Hoi, leuk dat jij weer een Hatchimals video bij mij komt kijken vandaag. We zijn nog steeds bezig met de Hatchimals weken. En verleden week, afgelopen dinsdag, heb je kunnen zien welke twee winnaars leuke Hatchimals collectibles pakketten hebben gewonnen. En vandaag ga ik weer de foto's laten zien, nieuwe loodjes gaan de pot in. En ik ga weer mijn laatste twee van mijn pak eieren uitpakken. En dan gaan we even kijken. Ja, de laatste twee ga ik uitpakken. Kijken wat er bij mijn collectie erbij gekomen is. En volgende week dinsdag ga ik weer twee winnaars trekken uit de loodjespot. We gaan beginnen met de foto's. Zie je niet jouw foto hiertussen? Heb je me wel een werkje gestuurd? Kijk dan even hieronder bij de beschrijving van de video. Want daar zie je bij loodjes welke namen er in de loodjespot zijn gegaan vandaag. En kijk dan even of jouw loodje daartussen zit. Heb je het idee dat jouw foto niet is aangekomen, want je ziet je loodje niet? Denk wel even na of zoek wel even uit wanneer je me jouw foto hebt gestuurd. Want er komt eigenlijk best wel vaak voor dat ik nu steeds gevraagd word waar het loodje is gebleven. Terwijl de foto echt al 2 of 3 weken geleden is gestuurd en dus in een andere video aan bod is geweest. Of daar een loodje bij heeft gekregen. Dus controleer dat wel alsjeblieft eerst, want anders kost het me steeds tijd om dat weer per persoon uit te zoeken. We gaan beginnen. Jojo heeft me een mooi werkje gemaakt voor de Hatchimals weken. En ik vind het heel erg leuk, Jojo, of het is Jojo, dat je met ons meedoet. Isabella DIY en haar zusje, zij zijn dol op pannenkoeken, numnoms en Hatchimals. Nou, dat ziet er wel heerlijk uit. En nog een Isabella, dit keer Isabella H., zorgt ervoor dat haar Hatchimals het erg leuk hebben samen. Zij heeft een speelparadijs voor haar Hatchimals gemaakt. De Hatchimals van Delphine, die gaan naar een verjaardag. Nou, dat ziet er wel heel leuk uit. Hatchy birthday, Hatchimals! Lisa is 7 jaar en Mathies is 9 jaar. En zij hebben me een prachtige Hatchimals tekening opgestuurd. Allebei hebben ze een eigen tekening gemaakt. Nou, allebei dus een eigen loodje. Heel mooi gedaan. Sarah Lynn heeft een gave stop-motion video gemaakt. Ik vind dat je het geweldig hebt gedaan. Ik ga hem ook hier laten zien. Sarah Lynn, ga vooral zo door. Annelieke is jarig geweest. Gefeliciteerd, Annelieke! En zo te zien heb jij een heel mooi huisje gemaakt voor jouw Hatchimals. En je hebt ze zelfs een basketbalveld gegeven. Heel mooi gedaan. Ik ben weer blij. Ik heb weer hele mooie tekeningen binnengekregen van kijkers, van creatieve kijkers. Niet alle tekeningen kunnen aan bod komen. Ik kies er gewoon steeds een aantal uit. Oké, dan gaan wij verder. Want ik heb nog 2 eieren hier in het pakje zitten. Verder heb ik volgens mij nog een 4-pak, geloof ik, plus bonus. En dan houden de eieren op. Dan moet ik even gaan kijken hoe ik dat verder ga doen. Dan doe ik misschien wel 2 keer een trekking per week. Totdat alle verrassingen zijn weggegeven, zeg maar. Oké. Ik ga beginnen met het eerste ei. Even kijken hoor. Ik zie hier blauwe stippen, donkerblauwe stippen. En ik zie hier lichtblauwe stippen. Ik ga even mijn kaart erbij pakken, want op de kaart kun je dus al een beetje zien wat voor soort eieren je krijgt. Lichtblauwe stippen ziet eruit als een river, van de river familie. Daar heb ik er nog maar 1 van. Daar heb ik alleen nog maar beavery van de river. Dus dat zou wel leuk zijn als ik daar dan nog een Hatchimal bij krijg. En even kijken, dit is dan donkerblauw en het is niet heel donkerblauw, dus het is niet de Crystal Canyon. Het is denk ik de Ocean. Dat zou ook leuk zijn, want daar heb ik tot nu toe Sea Spoon alleen nog maar van. En ik zou zo'n krab eigenlijk wel heel erg leuk vinden om te krijgen. Oké, we gaan beginnen. Weet je wat ik doe? Mijn jongste zoontje wil eigenlijk heel erg graag een krab. Dus ik ga eerst even deze openmaken. En dan ga ik kijken welke deze is. En dan ga ik hem vragen of hij me wil helpen met die. Want als het een krab is, is die voor hem. Oké, daar gaat hij. Oké. In de river. Daaruit kan dus komen een soort eendje. En die heet dan Plat Piper. 2 kleuren zijn daarvan. Hip Hatch, een nijlpaard. Swatter, een otter. Ducky, daar zijn er ook 2 van. Hé, wat zijn dit dan? Zijn andere soorten eendjes?
Wat zijn dat dan voor dieren? Oh, hoe heten die? Zijn dat vogelbekdieren? Dat zou kunnen, want dit zijn dan de eendjes. Beavery, de bevers. Nou, daar heb ik er dus al eentje van. En Fijian, de visjes. Nou, daar gaat hij. Hij begint alweer paars te worden, dus ik moet even snel gaan openmaken. 3 pogingen als je mee wil raden. Poging 1. Kan jij al zien welke ik heb? Oh, moet ik wel even deze erbij pakken. Hey, oh ja, ik kan het zien. Dat is leuk. Kan jij het ook al raden? Ik zie hem al. Poging 1, weet jij welke ik heb? Nou, gaan we naar poging 2. Zo, poging 2. Kan jij al zien welke ik heb? Als je het weet, schrijf je dus bij de comments poging 1 als je het daarbij hebt geraden. Of poging 2. En ook graag hoe die heet, want dat maakt het voor mij wel wat makkelijker. Vooral als ik dan, soms zeg ik ja, goed. Of nee, niet goed. Maar dan is het makkelijker als ik weet welke je bedoelt. En poging 3. Kan jij zien welke ik heb? Zo. En ik ga het nu helemaal uitpakken. En ik heb een Beavery. En weet je wat zo leuk is? Kijk maar naar zijn vleugels. Ik heb er eentje met roze vleugels. Ik heb dus een Beavery met roze vleugels. En roze, dat betekent rare. Dus dat is al één stap moeilijker om te krijgen dan de gewone zilveren vleugels. Ik pak er een pennetje bij en Beavery wordt aangestreept. Ik heb dus nu 2 Beaveries in 2 verschillende kleuren. Nou, dat is wel heel erg leuk. Oké, ik ga even kijken of mijn jongste zoontje deze graag uit wil pakken. Omdat hij dus hoopt dat het een krab is. Ik heb mijn jongste zoontje erbij gehaald. Die hoopt inderdaad. Waar hoopt hij ook alweer op? Ik hoop op dat gele krabje. Een gele krabje. Oké, nou, je mag beginnen met openmaken. Wij doen het altijd in 3 pogingen. Dus je doet eerst een klein stukje open en dan mogen de kijkers raden. Dus probeer maar, maak hem maar open. Ik heb hem al warm gemaakt. Ja, goed zo. Nou, laten we de kijkers raden. Kunnen de kijkers raden welke het is? Pak even de kaart er nog eens bij. Je hebt hier Seaspoon in het roze en in het blauw. En die blauwe heb ik al. Je hebt Pinguala, een roze. Een roze Octapitta en een blauwe Octapitta. Een Dolphinch, een beetje zeeblauw. En een gele Crabbler en een roze Crabbler. En als je goed kijkt, kun je misschien al een kleurtje zien. Jij ook, hè? Dat mag je nog niet verklappen, hè? Nou, nog een keer, nog een gat iets groter maken. Dan mogen ze weer raden. Meestal trek ik er een stukje uit. Dat is een beetje lastig met één hand. Je mag je andere hand er ook bij doen. Kun je nog een klein stukje? Ja. Nee, dit is poging 2. Dit is wel genoeg. Poging 2, zegt hij. Kan jij al raden welke het is? Dan spoel je even terug naar net toen ik de kaart liet zien. Ik kan poging 3. Ik kan raden. Nou, probeer nog maar niet te verklappen. Nee, maar ik weet niet zeker. Nee, ik weet ook niet zeker. Ik denk ook dat ik het kan raden, maar ik weet ook niet zeker. Oh, je wilt er nog even bij pakken? Seaspoon blauw. Dus wil even zo, anders kunnen ze het niet zien. En Pingala in het roze en Octopita in het roze en Octopita in het blauw. En Dolphin, volgens mij, in het blauw en Crabbler. Ja, zijn heel moeilijk om te lezen, hè? In het geel en een crapple in het roze. Welke kleur hoop je? Die gele zei je geloof ik al, hè? Ja. Nou, nog een stukje openmaken. Mag deze makkelijk worden? Ja. Hij mag wel een heel stuk meer eraf. Een klein zijstukje erbij. Ik weet denk ik wel. Ja, weet hem deze al. Nou, misschien kunnen de kijkers ook al raden. Kunnen jullie het al raden? Vast wel, hè? Schrijf maar op. Poging 1, 2 of 3. Waarbij heb je het geraden? En dan de naam erbij. Jij mag hem openmaken. Ik hou de camera vast. 2 handen, anders lukt het niet. Je hoeft niet helemaal uit te pakken, maar totdat je er een beetje bij kan en hem er al uit kan halen. Het bovenkantje alleen. Alleen het bovenkantje, ja. Ja, je hoopte heel erg op een gele krab, hè? En dat is het ook. Is het het ook? Het is wel geel. Het is een gele krab. Het is een gele krab. Nou, dan ben jij een bofferd. Jij zei van de week al tegen mij, je zat de video te kijken en toen zei je, ik hoop dat ik een gele krab krijg. Ja, probeer maar, je kan hem er al uithalen. Ja, en laat maar zien aan de kijkers. Een gele krab. En wat vind je ervan?
Grappig. Grappig. Die leek precies hetzelfde als op het plaatje. Ja, die ziet er precies zo uit. Ik ga even een streepje zetten. En hij is voor jou, hè? Ja. Dus die zien jullie niet iedere video die bij mij ook? Terug. Die wil jij ook heel graag hebben van mij, hè? Ja. Nou ja, alsjeblieft. Je hebt een heel mooi Hatchimals-spel gemaakt, hè? Waar we soms mee spelen. Ja. Zullen we dat een keer op jouw kanaal laten zien aan onze kijkers? Ja. Want ik zie daar een link ook wel hier niet. Hij probeert nu alles van mij te pakken. Ja, begin maar eerst met deze twee. Die andere mag je van mij winnen met jouw Hatchimals-spel. Hij heeft echt een heel leuk Hatchimals-spel. Helemaal zelf bedacht. Het is echt een heel leuk dobbelsteenspel. We gaan het binnenkort even filmen en op zijn kanaal laten zien. En dan kunnen jullie ook printen trouwens. Want dat heeft hij speciaal ontworpen. En ik heb het voor hem geprint. Kunnen jullie ook printen. En dan kunnen jullie het spel ook spelen. Zullen we dat doen? Ja. Oké. En nu even. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Is dat zo? Vergeet niet de video een like te geven. Ben je nog geen lid van mijn kanaal? Hier kun je lid worden van mijn kanaal. Hieronder zie je het kanaal van mijn man, Gamer Papa. We zijn samen ook een nieuw kanaal begonnen. En die kan je hier zien. En mijn jongste zoontje heeft ook een kanaal. En dat heet... Zeg maar heel Aaron Creatief! Wow, volgens mij zijn ze doof geworden. Aaron Creatief. Ik zal hieronder een linkje plaatsen naar zijn kanaal. Tot de volgende keer! Doepa doe!